Hoi, welkom bij deze nieuwe video. Ik ga vandaag een heerlijke bosbessencake maken. Zonder boter en met minder suiker. De suiker die ik gebruik, die is afkomstig van de bosbessen zelf en honing. Want ik gebruik ook honing in het recept. Overigens kun je de honing ook vervangen door maple syrup. Verder is het een erg lekker recept geworden en ik zou zeggen, laten we gewoon gaan beginnen. De precieze hoeveelheden die kun je terugvinden in de beschrijving van de video. Maar ik begin met het mixen van de droge ingrediënten. Dus ik voeg de bakpoeder bij bloem, samen met een snufje zout. En vervolgens meng ik dat door elkaar. Vervolgens pak ik een wat grotere beslagkom en daar doe ik de honing in. Je kunt ook maple syrup gebruiken, maar ik gebruik bloemenhoning. Voeg daar de Griekse yoghurt aan toe. En de kokosolie, welke ik heb gesmolten van tevoren. En 2 eieren. En mix dit alles door elkaar totdat je 1 substantie hebt. Pak een citroen en pers daar ongeveer 2 eetlepels sap uit. En meng dit er ook doorheen. Voeg vervolgens de droge ingrediënten eraan toe en mix alles goed door elkaar. Ik gebruik bevroren besjes, dus die heb ik eerst even een nacht van tevoren in de koelkast gelegd zodat ze konden ontdooien. Vervolgens heb ik in een vergiet het sap weggehaald, zodat je alleen maar de besjes over hebt. En vervolgens heb ik er 1 eetlepel bloem doorheen gemengd. En doe dat voorzichtig en schep ze vervolgens dan voorzichtig door het beslag. En de reden dat ik er bloem doorheen meng door de besjes is zodat ze straks niet zinken naar de bodem. Als je dat namelijk niet doet, zal dat gebeuren. Vervolgens kan het beslag in een ingevette bakvorm. Ik gebruik een taartvorm met een diameter van 20 centimeter. Maar je kunt hiervoor ook prima een cakevorm gebruiken. En ondertussen kun je vast de oven voorverwarmen op 175 graden. En dan kan de cake zo'n 45 tot 55 minuutjes bakken. En hou de cake zelf een beetje in de gaten. Kijken of die gaar is. En als die gaar is, dan kun je hem uit de oven halen. En laat vervolgens de cake volledig afkoelen. En dan kun je genieten van deze heerlijke bosbessencake. Heel erg bedankt voor het kijken en dan hoop ik jullie de volgende keer weer te zien.